Goedenavond, het is 1 januari en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. De jaarwisseling verliep over het algemeen zonder grote incidenten. Ondanks het vuurwerkverbod werd er toch nog wel wat vuurwerk afgestoken, maar beleefden de spoedeisende hulpafdelingen de rustigste jaarwisseling in jaren. Tegen 16 vuurwerkslachtoffers vorig jaar was het er nu maar 1. Wel was het op een aantal plekken onrustig, onder meer in Arnhem-Muiden, Hoek, Westkapelle en Zierikzee. In totaal zijn er 8 aanhoudingen verricht, hoofdzakelijk vanwege het bezit van illegaal vuurwerk. De politie was voorbereid op een drukke, onrustige nacht. Mede daarom waren er veel agenten op de been in met name Vlissingen. Maar dat kon niet voorkomen dat het daar eerder op de avond onrustig werd. Zo gingen er meerdere brandbommen af en vernielde een vuurwerkbom zeker 10 ruiten in de Dortmanstraat. Het was, hoe laat was het? Voor 12 nog? Ja, of half 11 denk ik. Ja, half 11, 11 uur. En een enorme doffe dreun. En lichtflits. En een lichtflits. Ja. En glasgerinkel hoorde ik. Dus dacht, en dat, toen zag ik dat dat kapot was, bouwvrouw. Klonk gewoon als een zelfgemaakte vuurwerk. Of een karbiet. Ja, het leek nog meestal op een karbietschot. Zo'n toffe dreun. Dan kom je uit Amsterdam, dan denk je lekker rustig in Vlissingen, in Zeeland, nieuwjaar vieren. Nou, volgend jaar weer. Ja, maar dat is overal hetzelfde. De brandweer moest in totaal 72 keer uitrukken. Dat is minder dan vorig jaar. Maar om geweld tegen de brandweerlieden te voorkomen, reed de ME uit voorzorg mee naar een paar meldingen. De Zeeuwse gemeente, politie en justitie tot slot kijken tevreden terug op de jaarwisseling. Ik kijk positief terug op het oud en nieuw. Alleen ja, blijft altijd jammer van een paar incidenten. Ja. Dat blijft wel hangen. In totaal 8 aanhoudingen verricht. 4 op de avond zelf, 1 overdag. Er zijn ook een paar mensen preventief aangehouden. Ja. Hoe zit dat ongeveer? Er waren personen waarvan we wisten dat zij in het verleden al dingen hebben gedaan hier in Zeeland, die niet op de beugel konden. Waar moet de onzieken, nou, die hebben straatroven gepleegd. We hadden gedacht van als die met oud en nieuw ook gewoon op de straat op gaan, zouden we nog wel eens probleem kunnen hebben. En ondanks dat er nog een flink aantal pijlen de lucht in ging, is Bergman tevreden over het vuurwerkverbod. En pleit hij ervoor om dit verbod permanent te maken. Ik zou het prettig vinden. We zien dat het ook de druk op de hulpdiensten enorm vermindert. Dat we daardoor ook minder incidenten. We hebben nog steeds incidenten gehad, ook nu. Maar we hebben met elkaar dit op een goede manier kunnen doen. Een nieuwjaarsnacht, een oud en nieuw die totaal anders is als anders. Want natuurlijk maar 2 mensen die langs mogen komen. En een vuurwerkverbod. Nee, dat is niet leuk. Je gaat altijd goed zo, hè, van pad het nieuwjaar in. Maar in de omstandigheden eigenlijk, nee, niet doen. Ja, met de hele COVID is het wel anders en zo, maar ja. Heel anders. Normaal ga ik elk jaar naar Terneuzen met een groepje vrienden. En dit jaar ben ik ben een andere groep vrienden. Maar nog steeds anders natuurlijk. Het is een beetje stil. Het is stiller dan normaal. Ja, maar wel gezellig. Als iemand mij een jaar geleden had verteld dat de wereld van vandaag er zo uit zou zien, had ik het waarschijnlijk niet geloofd. Corona heeft het afgelopen jaar fors bepaald. De mondkapjes, de 1,5 meter maatschappij en vooral de overvolle ziekenhuizen. Ik ben dan ook benieuwd hoe de Zeeuwen terugkijken op afgelopen jaar en hoe ze 2021 tegemoet gaan. Hoe kijkt u terug op het jaar als u dat nou in 1 woord moest omschrijven? Een beetje chaotisch jaar. Vermoeiend. Een rampjaar. Niet zo netjes, gewoon echt heel erg stom. Eigenlijk kut gewoon. Het moeilijkste vind ik woon alleen, dat je niet geknuffeld wordt. Ik vind zelf eigenlijk dat ik mijn eigen ding wel kan doen. Ik denk dat het voor de jonge mensen veel moeilijker is dan voor iemand van mijn leeftijd. Wij hebben niks kunnen doen, examens gingen heel snel. Geen examenfeest, allemaal dat soort dingen, dus ja. Kijkt u uit naar het nieuwe jaar? Doe ik altijd wel eigenlijk. Ik hoop dat corona eindelijk over is dit jaar. De mensen niet gevaccineerd willen worden, ja, waarom niet? Ik vertrouw het niet, ja, maar goed, je vertrouwt de wetenschap toch? Nog goede voornemens of plannen voor aankomend jaar? Zoveel mogelijk genieten, het liefst zonder mondkapje en de rest van de ellende. Dat is eigenlijk het enige. En verder doen we gewoon ons ding, zeg maar. Op oudejaarsavond is bij Oosburg een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding door een auto. Het ongeluk gebeurde op de Lange Herenstraat rond 11 uur. Het slachtoffer is een 43-jarige man uit Aremburg die met zijn auto zonder brandstof langs de weg stilstond
en vermoedelijk richting huis wilde lopen. Een langsrijdende vrouw zag de man niet en reed met haar auto de man aan. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeval. In 2020 vielen er in heel Zeeland 19 verkeersdoden te betreuren. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de laatste 2 jaar, toen er respectievelijk 11 en 13 verkeersdoden waren. Het werd vandaag ongeveer 5 à 6 graden met rustig weer en vrij veel bewolking, waar de zon ook af en toe wel doorheen scheen. Op een enkel buitje na bleef het eigenlijk ook wel overal droog. Sommige mensen namen toch ook de gelegenheid om op deze eerste dag van het nieuwe jaar toch een nieuwjaarsduik te nemen. En gelukkig was dat wel te doen, omdat er niet erg veel wind was en de zeewatertemperatuur nu op dit moment rond de 7 graden schommelt. Vanavond en vannacht zijn er een paar buitjes, maar ook opklaringen. En wellicht landinwaarts ook lichte vorst, en dat betekent dat er lokaal kans is op gladheid. De wind is zwak en komt uit het zuidwesten. Ook morgen hebben we weinig wind. Die zoekt een beetje naar een richting en komt uiteindelijk later uit het noordoosten. Dan hebben we vrij veel zon, ook wat bewolking en vlak aan zee soms een enkel buitje bij een temperatuur tussen 3 en 6 graden. De dagen daarna hebben we een temperatuur die net boven het vriespunt ligt, rond de 3 à 4 graden in de plus. En 's nachts ligt de temperatuur dichtbij of iets boven het vriespunt. Veel neerslag komt er niet, maar wellicht valt er op maandag af en toe regen. Misschien ook wel een beetje natte sneeuw. En daarmee is de kop eraf wat betreft de eerste Zeeland Nu van dit jaar. En namens Omroep Zeeland wens ik u nog een gelukkig nieuwjaar. En voor u vooral nog een hele fijne avond.